De werkzaamheden aan de wegen die leiden naar de brug van Beekhuizen vorderen gestaag. Volgens Jordan Vrijde, projectcoördinator van de ACE Consultancy, wordt de weg verbreed zodat het verkeer naar de brug toe makkelijk kan doorrijden. Vrijde legt uit wat de werkzaamheden inhouden. Momenteel is de aannemer CGN bezig met de werkzaamheden. Wat wij doen, wij leggen een derde rijstrook aan. Dat is om het verkeer dat linksaf gaat naar de brug te accommoderen. Hoe zien de werkzaamheden er allemaal uit? Wel, we hebben dus de bestaande berm, die hebben we uitgegraven. We hebben dus de bestrating verwijderd. Wij hebben toen, zoals u ziet, klinkzand aangebracht. Dat is dus voor de fundatie van de weg. En wij gaan dus verder met de basecourslaag en uiteindelijk komt er een nieuwe asfaltlaag. Dit is allemaal voor de wegopbouw. Dus in een later stadium gaan we dus basecours plaatsen en uiteindelijk komt dan de asfaltlaag. En moet ik me voorstellen dat de bromfietsen hier voorbij zullen gaan? Ja, het bestaand bromfietspad, dat hebben wij verplaatst. Dus de bromfietsers die zijn ook geaccommodeerd. Het bromfietspad blijft, alleen is hij dus dichter op de grens. Tot zover Jordan Vrijde. Hij geeft verder aan dat er op het kruispunt wordt gewerkt aan de herinrichting van de twee straten, omdat er een verkeerslicht geplaatst zal worden. Het is de bedoeling dat alle rijstroken die naar het kruispunt leiden, voorzien worden van verkeerslichten. En wij gaan dus ook de wegmarkering aanbrengen. Er komen zebrapaden, de voetgangers en de bromfietsers worden ook geaccommodeerd. Dat wordt allemaal meegenomen. En de verkeerslichtinstallatie die we gaan plaatsen is zodanig ook dat de cyclustijd van het verkeer dat over het kruispunt moet gaan, dat dat allemaal ook heel goed geregeld wordt. Dus het is de bedoeling dat ook de bermen aangepast worden, natuurlijk om het verkeer dat eventueel rechtsaf moet afslaan, om dat ook te accommoderen. Dus dat wordt allemaal meegenomen. De totale herinrichting van het kruispunt is allemaal in het kader van de Beekhuizenbrug die straks opengesteld wordt. Tot zover Jordan Vrijde, projectcoördinator van ACE Consultancy. We spraken hem naar aanleiding van de werkzaamheden aan de rijbanen van de Van het Hogerhuisstraat. Deze werkzaamheden moeten voor 31 maart zijn afgerond.